Hallo en welkom. Mijn naam is Nick Bijl, ik ben van klantpasta.nl en in deze video wil ik graag met jou delen hoe je als leek, zonder technische kennis en binnen ongeveer 20 minuten tijd een eigen WordPress website kan opzetten. Ik ga je als het ware over mijn schouder mee laten kijken en een aantal hele simpele stappen doorlopen over hoe jij heel gemakkelijk een eigen website op kunt zetten, omdat ik merk dat toch nog heel veel mensen daar een probleem mee hebben. En de eerste vraag eigenlijk die ik wil behandelen is: waarom zou je een eigen WordPress website willen hebben? Er zijn heel veel mensen die hebben nog een Blogger, Blogspot, WordPress.com of Typepad of Tumblr website. En het nadeel daarvan is dat het niet van jezelf is. Dus op het moment dat al een van deze bedrijven bedenken dat ze iets anders willen gaan doen, of bedenken dat jij niet aan hun regels meer voldoet, dan kunnen ze zonder pardon, als ze dat eventueel zouden willen, jouw website verwijderen of dat soort dingen. Nou, dat wil je natuurlijk absoluut niet. Je wil natuurlijk, zeker op het moment dat het gaat om een business van jou of een belangrijke website überhaupt, die wil je niet dat die vandaag of morgen in één keer gedelete wordt of iets in de richting. En je wil daar altijd de volledige controle over hebben. Nou, en die volledige controle, die kun je alleen maar hebben op het moment dat het van jou is. Dus dat is waarom je eigenlijk, zoals ze dat noemen, een self-hosted WordPress omgeving nodig hebt. Nou, waarom WordPress? Nou, WordPress is naar mijn idee echt veruit het beste platform. Er zijn heel veel bedrijven die het gebruiken. Ik gebruik het zelf ook. Het is constant in ontwikkeling. En vandaar dat je absoluut aanraadt WordPress te kiezen. Nou, zoals ik net zei, ik noemde ook WordPress.com. In dat geval zou je bijvoorbeeld jouw domeinnaam.wordpress.com. Bijvoorbeeld je naam. In mijn geval zou dat nickbijl.wordpress.com zijn. En dat is in principe, maak het gebruik van het WordPress systeem. Alleen daar krijg je niet de volledige vrijheid die je hebt en de volledige controle die je nodig hebt eigenlijk voor het runnen van een online business of een goede website. Dus ik raad je absoluut af om, als je dat hebt, om daar verder op te gaan. Ik zou echt kiezen om je eigen website in je eigen beheer te nemen. En op die manier heb je er dus veel meer controle over. Nou, zonder dat we nu daar nog verder op ingaan, wil ik je graag meenemen en de stappen gaan laten zien. En om te beginnen, stap 1 is, we gaan even kijken wat je nodig hebt. Nou, het enige wat je eigenlijk nodig hebt is een bankrekeningnummer of internetbankieren, een e-mailadres en ongeveer 20 minuten van je tijd. Nou, maak je geen zorgen, ik heb niks met je bankrekeningnummer te maken. Dat is gewoon alleen maar op het moment dat je je webhosting gaat afsluiten. Dus daar gebeuren voor de rest geen rare dingen. Vervolgens moet je je dus aanmelden bij een webhost. Nou, en zelf ben ik echt zeer te spreken over de webhost Versio. En dan met name over de WordPress hosting. Dit is speciale hosting die is ingericht voor WordPress. En die is geoptimaliseerd zodat het lekkerder loopt, sneller laadt en al dat soort dingen. Dus zeker als jij op het punt staat een WordPress website te starten of als je deze handleiding wil gebruiken daarvoor, dan raad ik je absoluut aan je hosting daar af te sluiten. En wat je kunt doen om direct op de goede pagina terecht te komen bij de juiste hosting, ga je naar bit.ly/versio-wp. Dat is volledig uitgespeld bit.ly/versio-wp. En dat is dan versio-wp. Nou, je ziet het waarschijnlijk ook wel ergens in beeld verschijnen ondertussen. Maar het is wel zo handig om dat even te weten. Op dat moment kom je op deze pagina uit. En je ziet hier dat webhosting pakketten speciaal geoptimaliseerd voor WordPress. Nou, en dat is precies wat we willen. We willen dat WordPress zo goed mogelijk loopt. En ik heb gewoon hele goede ervaringen hiermee. Mijn website loopt er zelf ook op. Evenals een heel zootje van mijn andere website. En ik kan het echt iedereen aanraden. Een paar voordelen ervan zijn dat je ook nog eens een gratis Google AdWords coupon krijgt ter waarde van 75 euro, mocht je dat leuk vinden. En
dat je elke maand ook wat extra schijfruimte en dataverkeer krijgt. Dus dat als je website langzaam een beetje groeit, dat je op deze manier eigenlijk automatisch je hosting ook met je meegroeit. Nou, daarnaast kost dit pakket slechts €4,99 per maand, wat natuurlijk echt een prima bedrag is voor een volledig eigen website. Daar wil ik nog even bij zeggen dat op het moment dat je je in Nederland bevindt, dat het altijd aan te raden is om een server te nemen met een Nederlands IP-adres, zoals je dat hier ziet. Zit je in België of maak je een Engelstalige website, dan kun je kiezen voor een van de andere opties. Maar wij gaan in dit geval eventjes kiezen voor een Nederlandse website. Vervolgens drukken we gewoon heel simpel op bestellen. Je hebt hier twee opties, bestaande klanten en nieuwe klanten. Waarschijnlijk ben jij een nieuwe klant, klik dan vooral op een nieuwe klant. En op die manier kun je heel gemakkelijk even een formuliertje invullen met de gebruikelijke dingen. En dan kun je bij hun een bestelling plaatsen. Ik ben al een bestaande klant, dus ik voer hier eventjes snel mijn gegevens in. En nou, hier vervolgens vragen ze je inderdaad, nou, is dit pakket goed? Je kan een looptijd selecteren. Nou, je kan het minimum is 6 maanden. Vervolgens kun je het met 12 maanden, 18 maanden, 24 of 30 maanden uitbreiden. Op dat moment, als je dat doet, krijg je wat korting. Nou, waarom is het minimaal 6 maanden? Versio is een hele voordelige aanbieder. En op het moment dat je dus zulke voordelige prijzen aanbiedt, dan kun je niet ermee wegkomen waarschijnlijk om dat maandelijks te incasseren. En nou, vandaar dat het dus een minimum looptijd is van 6 maanden. Daarnaast moet ik je zeggen dat Versio heeft behoorlijk goede service. Ze hebben een directe klantenservice waar je via internet contact mee kunt maken. Daar kun je een live chat beginnen. En op die manier kun je heel makkelijk je vragen opgelost krijgen. En mocht je met andere dingen zitten, dan kun je ze gewoon mailen, et cetera. Dus wat dat betreft ben ik ook heel tevreden over. In dit geval, als je nog niet 100% zeker weet of het bloggen en al dat soort dingen wel echt wat voor jou is, dan kun je kiezen voor 6 maanden. En weet je het wel zeker, dan raad ik je aan wat langer te nemen, omdat je dan ook meer korting krijgt. Nou, zo simpel is dat. Ik laat hem in dit geval even op 6 maanden staan. En ik klik op de volgende stap. Hier zie je nog wat gegevens staan. En dan staat hier de vraag, wilt u een domeinnaam toevoegen aan uw bestelling? Nou, op het moment dat je nog geen domeinnaam hebt, raad ik je zeker aan daar een domeinnaam bij te nemen. Anders kun je er namelijk niks mee. Hier vul je dus je domeinnaam in. Ik doe eventjes deze, wordpresswebsitemaker.nl. Controleer de beschikbaarheid van de domeinnaam. Dan krijg je hier al WordPress website domein. Ja, registreer. Je kunt eventueel ook alle andere extensies bekijken. Mocht je dat nodig vinden. Maar .nl is wat dit betreft goed genoeg. Druk je op volgende stap. Je kunt hier op het moment dat je een account bij ze aan hebt gemaakt, kun je hier een bestaande houder kiezen. En in mijn geval is dat deze, dan worden de gegevens automatisch ingevuld. Heb je dat nog niet, vul dan eventjes nog de gegevens in en dan kun je ook verder. Je kunt er gewoon drukken op de volgende stap. Ja, hier krijg je nog even een overzicht. Kijk even of je gegevens kloppen. En vervolgens kun je verder. Hier kun je een betaalmethode kiezen. Bij mij staat er in dit geval staat er ook een bestelling nu verwerken, later pas betalen. Maar dat zal er in jouw geval waarschijnlijk niet staan. Dat is alleen voor bestaande klanten die al een positief saldo bij hun hebben gehad. Kies hier gewoon je favoriete betaalmethode. En die kun je aanvinken. Vervolgens druk je op volgende stap. En dan word je naar het betalingsscherm gebracht. En na het betalingsscherm krijg je nog eventjes een overzichtje te zien van hetgeen je besteld hebt. En vervolgens moet je later even in je e-mail kijken.
Nadat je bestelling aan de kant van Versio is afgerond, moet je, zoals ik net zei, ook even je e-mail bekijken. Je kijkt natuurlijk bij het e-mailadres wat je hebt opgegeven bij je account. En je zoekt dan naar een onderwerp dat er ongeveer zo uitziet: gegevens van uw nieuwe webhosting account. En dan jouw naam, je voornaam en waarschijnlijk een beetje wat andere letters. En in ieder geval, waar het op neerkomt is deze gegevens die in de mail staan, die heb je nodig om zo meteen te kunnen inloggen en daadwerkelijk je WordPress website te installeren en op te zetten. Dus met deze gegevens en ga je aan de slag. Je moet vooral kijken naar je direct admin gebruikersnaam en je direct admin wachtwoord. En vervolgens daaronder staat een link, een login link. En op deze kun je klikken. Vervolgens word je naar je direct admin login page gebracht, waarna je gegevens kunt invoeren. Bij mij staan die toevallig al ingevoerd. Maar in jouw geval kun je dus de gegevens gebruiken die in de mail staan. En wat je dan doet is inloggen. Wanneer je bent ingelogd, dan zie je dus de direct admin omgeving. En dan bevind je je in het domeinadministratie gedeelte. En dit is waar je je huidige domeinnamen hebt staan die aan je hosting gekoppeld zijn. En nu is even de vraag of het in jouw geval het domeinnaam dat je net hebt geregistreerd, of die er al tussen staat of nog niet. Het wil wel eens een enkele keer dat die er al bij staat. In dat geval kun je deze stap overslaan. Maar in mijn geval staat hij er bijvoorbeeld nu nog niet bij. En dus moet ik deze toevoegen. En het gaat dus om het domeinnaam. Of de domeinnaam die je eerder geregistreerd hebt. Die je hier dus bij wil voegen. En wat je doet is je klikt op Domain Administration. Daarbij klik je hier bovenaan op Add Another Domain. En je voegt hier gewoon heel simpel het domein toe wat je zojuist geregistreerd hebt. Zoals uit het voorbeeld bleek, heb ik WordPressWebsitemaker.nl geregistreerd. En deze wil ik dan ook gebruiken. Voor de rest kun je de gegevens gewoon zo laten staan als ze staan. Je hoeft er geen www voor te typen. Ook geen http of wat dan ook. Gewoon alleen de domeinnaam plus je extensie. Dus .nl of .com. Vervolgens druk je op create. En dan krijg je, als het goed is, een berichtje met domain created successfully. En dan kun je nu teruggaan naar home. En dan kun je klikken op je domeinnaam. En dan zie je dus dat deze succesvol is toegevoegd. En nou, we gaan nu eigenlijk direct verder. En je klikt hierop. Vervolgens kun je hier klikken. Ik weet niet hoe, of dat bij jou ook al direct er zo onder staat. Maar bij web application scroll je naar beneden. En dit is trouwens je omgeving. Je hosting omgeving. Maar wat we gaan doen is WordPress nu installeren. En daar druk je op. En dan druk je direct hier rechtsboven op install this application. En wat ik doe is, ik kies WordPressWebsitemaker.nl. Ja, zoals je net hier zag staan, de directory, daar stond blog, die haal ik weg. Om het simpele feit dat ik WordPress wil installeren direct op het volledige domein. En ik wil het niet installeren op WordPressWebsitemaker.nl/blog. Ik wil het gewoon direct op het domein installeren. En ja, dat is wat ik jou ook aanraad als je gewoon van plan bent een normale blog te installeren. Nou, hier gaat het over de versie en dat soort dingen. Nou, die kun je allemaal op de laatste laten staan. In het geval van een Nederlandse blog, absoluut Nederlands aanklikken. Vervolgens heb je hier de keuze of je hem automatisch wil updaten of niet. Persoonlijk zet ik hem altijd op niet automatisch updaten. Maar wat eventueel wat je wel kunt doen als je dat makkelijk vindt is
om automatisch een backup te laten maken en een update te doen naar de kleinere versies en beveiligingsupdates van WordPress. En zoals hier ook staat, dat wordt aanbevolen. Nou, en dat zou je ook absoluut zeker kunnen doen, maar ik hou dat allemaal zelf bij. En ik doe dat zo regelmatig dat dat eigenlijk niet nodig is. Maar mocht je dat handig vinden, dan kun je dat zeker doen. Database management. Dit kun je automatisch inderdaad laten beheren. Zoals hier ook staat, kun je laten staan. Vervolgens hier krijg je de inloggegevens die je moet invullen. Ik raad je absoluut aan deze te veranderen. Zeker op het gebied van hackers en veiligheid. Als je dit admin laat staan, dan zullen hackers 100% zeker proberen jouw jouw WordPress installatie binnen te dringen. Dus kies iets wat je zelf prettig vindt of handig vindt. Overigens is het wel handig om iets te kiezen wat je enigszins kan onthouden. Of dat je ergens een filetje maakt waar je het kan beheren. Ik vul hier eventjes wat dingen in. Evenals een password. Hier vul je je e-mailadres in waar je notificaties heen gestuurd worden op het moment dat er dingen met je website aan de hand zijn of dat er een update is. Dit is je website titel. Deze kun je gewoon de naam van je website of de naam van je bedrijf geven. Ik vul hier gewoon even een WordPress website maken. Overigens kun je deze later gewoon nog veranderen hoor. Dus is geen man overboord mocht je dit nu doen. Enable multisite. Wij gaan geen gebruik maken van meerdere WordPress installaties op dit moment. Dus dit laten we ook gewoon zo staan. En vervolgens drukken we op installeren. Nou, dan zie je dus ook dat het gaat aan de slag. En het gaat razendsnel. Je ziet hier dus, hij is nu op dit moment is hij WordPress aan het installeren. En dan kun je gewoon eventjes, nou, het is nog een tijd van letterlijke seconden, is hij dus klaar. En dit zijn dus de gegevens eigenlijk die je geproduceerd hebt. Wat je eventueel kunt doen, is hier een uitdraaitje van maken en zelf opslaan. Voornamelijk ook de gegevens zoals je username en je password, die zou je er eventueel dan nog bij kunnen schrijven. Maar dit zijn eventueel wel handige gegevens om bij de hand te hebben. Uiteraard kun je ook via je Direct Admin account kun je daar ook gewoon bij, maar eventueel zou dat handig kunnen zijn. Dit zijn eigenlijk al alle stappen die je maar hoeft te doorlopen om een WordPress website op te zetten. Helemaal vanuit het niks. Het enige wat ons nu nog rest is eigenlijk om de website even te bekijken. En om een eerste post online te zetten. De website bekijken kun je via deze link doen. Je kunt uiteraard ook gewoon intypen. Je ziet dan dat er standaard gebruik wordt gemaakt van een thema dat WordPress zelf kiest. Dus dat ziet er ongeveer zo uit. Dit kun je uiteraard later helemaal aanpassen of een ander thema kiezen. Maar dat bewaren we voor een andere keer. Vervolgens kun je ook inloggen via de WordPress admin omgeving. Je ziet dat bij mij vult hij hem automatisch in. Druk op inloggen. Dat is waar je gegevens invult die je eerder al hebt aangegeven. Nou moet ik er nog even bij zeggen dat het kan zijn op het moment dat je je hosting hebt afgesloten en dat je op deze link klikt, dat hij zegt dat de website niet gevonden is. Afhankelijk van je browser die je gebruikt, zal hij dan een foutmelding geven. Als dat bij jou gebeurt, schrik dan absoluut niet. Want het kan zijn dat alle technische details nog niet helemaal doorgevoerd zijn bij Versio. En dit kan enkele ogenblikken duren. Het kan ook een uurtje duren of iets in die richting. Maar geef het dan even de tijd. En kom dan later even terug om het te bekijken. Dat is namelijk wat er vaak gebeurt. En dat is absoluut niks om je zorgen over te maken. Nou goed, ik had gezegd dat we nog even een bericht gingen plaatsen. En dat gaan we nu doen. Je ziet hier onder het kopje berichten. Daar klik je op nieuw bericht.
Vervolgens krijg je een heel simpel editor mode waar je kan beginnen met schrijven. Log. Ik typ het even zo, heel erg simpel. Vervolgens heb ik al een beetje vals gespeeld en heb ik hier een tekstje klaar staan. Deze plak ik erin. Even de spaties weghalen, want het is niet helemaal optimaal gaan. Nou, dit is eigenlijk hoe simpel het is. Vervolgens druk je op publiceren. En als je dan je website bekijkt en deze refresht, dan zie je dat deze er al op staat. Nou, zo ontzettend simpel is het dus eigenlijk om zonder technische kennis als leek en binnen 20 minuten tijd je eerste echte WordPress website te maken. Dus ik hoop dat ik je ermee heb kunnen helpen. En ik zie je graag weer op mijn website verschijnen. En ik spreek je snel. Groeten!